dat autobestuurders nog steeds roekeloos en onverantwoord aan het verkeer deelnemen, bewees een aanrijding van gisteravond. Een busje dat met flinke snelheid over de Fred Derbystraat reed, werd geramd door een fiets die vanuit de Hoge Straat kwam en verzuimde voorrang te verlenen. Omstanders geven aan dat de fiets zonder snelheid te verminderen de Fred Derbystraat opreed, met als gevolg de aanrijding. De bestuurder van het busje bleef ongedeerd, terwijl die van de fiets lichtgewond raakte. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk.